het journaal van 12 uur. In het tweede kwartaal van 2011 stond een recordaantal van 207.000 huizen te koop. Daarmee staan er voor het eerst meer dan 200.000 huizen te koop. Voor 1 op de 20 woningen wordt nu een koper gezocht. Huizen staan veel langer te koop dan voor de crisis die eind 2008 begon. Ook het afgelopen kwartaal bleef de woningmarkt slecht. Er werden ruim 30.000 huizen verkocht, ruim 8% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld lag de verkoopprijs op ruim 200.000 euro, 2% lager dan een jaar eerder. De prijsdaling doet zich voor bij verschillende woningen. In het voorjaar worden er meer huizen verkocht dan in het najaar. De MVM, een makelaarsvereniging, is optimistisch over het komende kwartaal. De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting leidt volgens de MVM in het volgende kwartaal tot een verkoopstijging. Na het bekend worden van de maatregel is het aantal bezichtingen volgens de makelaarsvereniging met 10% gestegen. Veel mensen kiezen ervoor om bij zoiets belangrijks als het verkopen van het huis een makelaar in te schakelen. Een professional met ervaring. Uw verkoopmakelaar begeleidt u bij de verkoop van uw huis, is een ervaren vakman die zorg kan wegnemen, kan bovendien de best mogelijke prijzen voor uw huis vaststellen. Tips om uw huis goed te presenteren. Tip 1. Geen meubels in de weg. Tip 2. Schoon en fris. Tip 3. Haal persoonlijke spullen weg. Tip 4. Repareer kleine mankementen. Tip 5. Vergeet de buitenboel niet. U hebt besloten om uw huis te verkopen. Het liefst wilt u dat het verkoopprijs zo soepel mogelijk verloopt en dat u een mooi bedrag krijgt voor uw woning of appartement. Bij de verkoop van uw huis komt veel kijken. Als verkoper bent u verplicht de koper zo volledig mogelijk uit huis te informeren. U heeft een mededelingsplicht. Van de koper wordt verwacht dat hij of zij bepaalde zaken onderzoekt. Hij of zij heeft een onderzoeksplicht. Bij de verkoop is het juist van belang dat u eerlijk en juiste informatie over uw huis verstrekt. Uiteraard verwacht niemand van u dat u wijst op nadelen van uw huis of de nadelige ligging daarvan. U moet wel alle rechten, beperkingen en lasten vermelden. Doet u dit niet of onvoldoende mate, dan kan de koper u later hiervoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. Ook als deze beperking u voor de verkoop onbekend waren. U moet dus voor de verkoop onderzoeken welke verplichtingen er zijn. Als iemand zijn woning wil verkopen, kan hij een makelaar inschakelen om de verkoop te verzorgen. Iemand die wil verhuizen, kan de makelaar een zoekopdracht geven. De makelaar gaat dan op zoek naar het geschikte huis voor de persoon. Ook kan de makelaar iemand adviseren over een hypotheek. Makelaars worden ook ingeschakeld als het gaat om taxaties van een huis. Zo wordt de waarde van het huis bepaald. Als je een makelaar inschakelt, moet je wel denken aan hoge kosten. Bij het inschakelen van een makelaar om je huis te verkopen, moet je al gauw tussen de 1,2% en de 1,8% met daarbovenop nog eens 19% btw en advertentiekosten betalen. Dit was het journaal van 12 uur. Fijne dag verder en tot ziens.